Hallo, ik ben de Meester. En welkom. Terug bij Minecraft The Islands of Junara. Goed, screen record, zoals jullie kunnen zien. Dat zei ik wel een beetje hard volgens mij. Screen record. En alles gaat goed weg. En ik hoor een schaap. Dat is ook een goed teken. Als we schapen horen, is het een goed teken. Geen muziekje erbij. Maar volgens mij kan je aan mijn stem en Minecraft en zo wel genoeg hebben. Zou dus hieronder wat... Hoppata. Kijk, dan vind ik het wel prettig, want dan hoef ik die camera niet voor mijn gezicht te houden, zeg maar. Oeh, maar het wordt donker. Dat vind ik dan minder prettig. Moet je dan zien hoeveel ijzer... Oh, heb ik nou zojuist iets gebroken met een fakkel? Hop. Moet je uitkijken dat... Dat we hier beneden laten lazeren. Goud kunnen we niet meenemen. Ofwel, nee. Ik heb een ijzeren ho en geen ijzeren pikkers. Turk. Ja, we kunnen zo makkelijk een ijzeren pikkers maken, want kijk nou zoveel we hebben. Ik hoor wel heel dichtbij een skelet. Zonder die muziek kunnen jullie ook beter horen wat ik hoor. Bijvoorbeeld, ik hoor nu een skelet en dat horen jullie dus ook heel goed. Goed, ik ben benieuwd hoeveel ijzer ik heb. Ik heb nog niet eens gecheckt. La 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 la. Zien jullie? Oh, ik kan het zeggen. Zien jullie wat hier gebeurt? Ja, dat zien jullie. Kijk maar toch. Weet je hoe dat komt? Het is het. Op mijn computer is hij nog steeds aan het uploaden, zeg maar. Het is zo'n nacht. Ik zou de tijd van de dag naar nul kunnen zetten. Dat het licht is. Oké, nu gaat het weer wat beter. Maar ik denk niet dat jullie dat... Ah, dus net als ik dat zeg, dan... Maar ik denk niet dat jullie dat leuk vinden als ik dat doe. Kijk eens. Kijk. Hey. Zo. Goed. 49. Ik moet het niet gaan opnemen als ik... Als ik aan het uploaden ben. Dat moet ik mezelf aanleren om dat niet te doen. Maar wat doe ik? Ik doe dat toch wel. Dat is een beetje stom. Doe maar. Kooltjes zullen we dat meenemen door. Laat maar lekker staan. Daar moeten we naar boven. Hopla. Goed. Hier val je tot je dood. Hier val je niet tot je dood. Heb ik eten? Ja, zombievlees. Maar zombievlees is ook vlees. Af en toe word je gepoisoned, af en toe niet. Ik zal even stil blijven staan. Ik vind dat veel prettiger om met screen record. Kijk. Oké. Okay. Hou op! Mijn muis doet raar. Wacht even hoor, dat doen we even fixen. Doe even te dun. Dat hoor, ga je nu horen waarschijnlijk? Niet? Nee. Oh ja, toch wel. Juist, muisje er weer bij en hij eet nu niet vanzelf wat. Af en toe gaat mijn rechterklik dan automatisch. Dat vind ik niet zo prettig. Ah, ik wil niet hunger. Hou op. Kijk nou, en ik ben stom bezig, want ik heb gewoon 5 wiet in mijn inventaris. Op de computer, dan heb je af en toe, dan krijg je honger van zombievlees, maar af en toe ook niet. Dat is dan weer prettig aan de computer. Oeh, 22 mopsels. Ja, dat systeem dat werkt niet zo, heb ik het idee. Ja, is het weg. Dan ga ik nog eentje eten en kijken of ik dan gepoist word. Kom op, ik wil al mijn levens bij en dan kan ik wel even verder gaan. Want net had ik heel weinig levens. Heb ik pijlen trouwens, want ik heb een boog 6 pijlen. En de parel. Ik zal voor de zekerheid parel, want je weet nooit wat er gaat gebeuren. Ik vind het niet zo'n feest om te eten hoor, zombievlees. Ugh. Als al mijn hartjes erbij gaan, dan ga ik gewoon lopen. Oh, nu liep ik gewoon. Maar doe maar. Heb ik fakkels? Ik heb geen fakkels. Even wat fakkels maken. La 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 la. Goed, fakkeltjes, waar zijn ze? Volgens mij had ik wel fakkels en zat ik gewoon niet goed te kijken.
Fakkeltje daar. Ik zou zeggen, dan gaan we weer verder in Dolhof, maar dat komt gewoon op hetzelfde plekje uit. Dan gaan we terug in de Dolhof. Ja. Oeh, mijn koppen. Skelet. Nou vond ik dat ik dat in de Dolhof gewoon goed gevonden had, want ik had niet heel veel doodlopende wegen gevonden. Zeg je? Oeh jee. Hey jongens, hoe gaat het met jullie? Oeh. Ik moet echt niet uploaden als ik opnemen als ik achter de als ik iets aan het uploaden ben. Dat moet ik gewoon niet doen. Maar wat doe ik? Ik doe het. Hé, ik had zo zin om op te nemen, maar ja, dan zit je hier en dan denk je van ja, nou. Hop, in je voet. Oh, nou, dat was niet echt een boeiend kamertje eigenlijk. Ik hoor zoveel beestjes dichtbij. Varkens, schapen. Zou er gewoon een varken of zo in de Dolhof zitten? Nee, op die ringen hier buiten. Dit eiland, daar zitten ringen bij. Maar goed, nu zit ik met één probleem. Ik zal de uitgang waarschijnlijk niet meer kunnen vinden. Waarom niet? Nou, ik ben niet zo goed in Dolhof. Die kant op. Oh, jezus. Wat is dit? Ook zo'n random kamertje. Oh. Een random kamertje wat je tot je dood kan leiden. Ja. Hey, torch. Zulke kamers kan je ook hebben, hè? Ah, doe nou niet, man. Zo kom ik er niet uit. Goed, sorry. De volgende keer zal ik zorgen dat hij niet zo gaat lijken. Oeh. Heeft 2 frames per seconde. Ik kan nooit de uitgang vinden uit de Dolhof. Ik kan nooit. Ik ben niet goed in Dolhof. Deze kant op. Ja. Ja! Volgens mij toch? Ja. Hehe. Ik scroll nu met mijn muis, maar ik wou zeggen. Ik scroll nu met mijn muis, maar hij ging niet scrollen. Wat mooi eiland is dit. En we zien nu meer eilanden. Oeh, kijk nou eens. Wat krijg je hier nou? Een stukje goud in de boom. Apart. Maar. Zullen de kisten onder zitten? Nee. Gewoon een stukje goud. Nee. Kijk eens, joh. Alles ziet er toch schitterend uit. Ik hoor een varken, heel dichtbij. Oh, daar. Laat hem maar lekker zitten. Nog draad. Neem gelijk wat mee. Dit lijkt me ook leuker. Daar zo. Je ziet het nu in zeg maar, net boven die mopsels. Ik moet zo meteen gaan niezen. Dus dan voel ik steeds aan mijn neus, maar dan weet ik niet zeker of ik dan ook echt ga niezen. Oh. Oké, dat eiland zouden we naartoe gaan, hè? Dan kunnen we via dat naar daar. Ja, dat lijkt me leuk. Lalala, ik zie een spin op dat eiland en dat vind ik niet leuk. Hoeveel pijlen heb ik? 3. Spinnen vallen er even lekker vanaf, dat zou ik leuk vinden. En hop! Oh ja, hij doet het nog ook. Wat een vriendelijke spin. Het zit er nou onder. Het zit onder het monument. Dat... Volgens mij had ik dat al eens eerder gezegd, maar doe maar. Lala. Waarom loop ik vast? Dat weet ik niet als ik over zo'n gevaarlijk brugje loop. Kijk eens. Als toen heeft hij vreemd op, omdat ik dan hier naartoe ga. En dan wilt hij wat dingetjes laden. Zeg maar. Wat eilanden. Hop. Hoe is het met onze grote vriend? Sneeuwman. Ah, daar loopt hij. Hey, hoi. King of the Snowman.
Oh ja, ik heb heel veel ijzer. Dat kunnen we nu wel even in de oven gaan stoppen. Ik weet niet hoe lang ik bezig ben, maar ik zal vanzelf stoppen als ik denk dat... Dat het tijd is om te stoppen. Hé, hey, doe eens niet. Ik ben leveltje 8, dus ik wil even mijn zwaard enchanten. Oeh, heb ik lapis nodig. Dat is lastig. Eigenlijk ook weer niet, want als het goed is heb ik hier een kist. Ja, lapis en lapisblokken. Laten we gewoon eerst dit lapis erbij doen. Hop, lapis hier. Want er zit een 1.8, dus dan moet dat zo. Oké, dan kan je dus kijken wat je hebt. Sharpness dan maar, hè. Kijk eens. Dan ben ik wel wat meer lapis. Meer lapis erin. Hop, heel veel lapis. Heel veel lapis. Ja, hoppa, kijk eens. Weer nog meer lapis. Hoppa. Boog. Zal ik dat wel doen? Nee, dat ga ik niet doen. Wat ik ga doen... doe eens niet. Ik ga deze boog hier inzetten. En dan heb ik 3 draad en 3 stokjes nodig. Ik maak gewoon voor zekerheid nog meer stokjes. Dat zou ik heus nog wel nodig hebben. Ik veer het zeker. Oh nee. La 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 la. Ga ik mijn bogetje al. Hup, 64 lapjes. Ontbreking of power? Ja, power. Graag. Zullen we dat gewoon erin laten? Maar dat gaat niet. Oké. Hop, hop. Deur. Nou, dan hebben we even wat. Trouwens. Ik neem gewoon nog een beetje lapis mee. Ik wil gewoon al mijn tools enchanten. Hey, Hendrik. Hendrik, ga er eens even uit. Ik noem me gewoon Hendrik. Waarom moet je me ook niet vragen, maar... Wacht even, dit is niet handig, hè, wat ik doe. Dat zien jullie zelf ook wel. Dit is niet handig wat ik aan het doen ben. Hup. Het is even werken, nu. Maar je kan niet altijd hard aan de slag zijn. Kijk eens, doe gewoon zo. Maar lekker alles van ijzer. Kijk eens hoe leuk dat eruit ziet in mijn textpack. Daar heb ik meer stokjes nodig. Ik vind de tools in mijn textpack er fantastisch uitzien. Oh, niet van steen. Oh, stop. Hoppa, kijk eens. Stoppen we deze lekker in de kist. Dan gaan we eens even wat enchanten. Dat hebben we niet voor niks. Een enchanting table. Efficiency. Nou, dan doen we gewoon deze, want het is allemaal precies zo. Dan hebben we ook het goedkoopst. Efficiency kan ik niet, level 1'tje? 1 leveltje? Wel toch? Nee. Level 2. Efficiency. Ik vind het prima. Een scheppie. Een breking? Kan ik niks anders? Nou, op zich is een breking niet zo heel gek. Oh, een breking en efficiency. Doe maar. Dit kan je niet eens anders zeker. Nee, zie. Just for fun. Efficiency op mijn steden. Hou wil. Nou, dan zijn we toch prima bepakt. Om het zo maar te zeggen. Die zitten we daarin. Mijn armor. Ik heb nog maar 1 enchanting daarvan. Dan nemen we maar gewoon 2 lapjes mee. Wat zullen we dan doen met mijn gouden chestplate? Een berekening of zo geven? Zullen we dat gewoon doen? Waarom niet, hè? Hup. Protection. Nou, ik zie er schitterend uit. Heel fashionable. Hé, hey, kijk, je kan toch heel veel met een enchanted table. We hebben geenchanted tools. Niet al te duur geenchant, maar... Dat vind ik niet zo erg. Ik vind het goed genoeg. Crafting table. Hop. Hey. Blokjes. Hey. Jij mag daar niet naartoe, vriendelijke vriend. Vind ik altijd lastig trouwens, hoor, dat ik er steeds een blokje in moet neerzetten. Dat anders onze grote vriend Hendrik ontsnapt. Goed, ijzeren blokjes. Oh, 2 ijzeren blokjes, nou, ja, wat grappig. Hoppa, hoeveel ijzeren moeten we nog? Ik heb geen gemist, nee.
1, 2, 3, 3. 3. Prima, 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 prima. Kijk eens, dat is een snelle bijl. Hop, ik heb bijna mijn paal gegooid. Had niet handig geweest. Doe even niet, Hendrik, in mijn huis je sneeuw achterlaten. Ik wil heel even... Hey, dus niet. Ik wil heel even iets checken namelijk. Ik ga even naar onze grote vriend Bill. Waarom ga ik naar Bill, vragen jullie misschien af. Nou, ik weet... Zou Bill ook emeralds geven als ruil? Misschien weten jullie het wel, maar ik ben het nou eenmaal vergeten. Dus daar doe ik verder niks aan. Hop, hop, hop. Dan gaan we gelijk ook even wat eten maken. Moet ook allemaal gebeuren, hè, dit. Een beetje, ja. Je goed voorbereiden. Dat doen ze niet. Zo. Dat doen ze niet. Hoppa. 3 brood. Oh, gezellig. Kom je ook mee? Hop. Oeh, ik heb iets opgepakt. Zaadjes. Waar de zaadjes naartoe gaan. Bill, dat is hier. Oeh. Had mis kunnen gaan, hè, als dat water niet stond. Ik heb allemaal mooie gigantische dingen kwijtgeraakt. Had ik niet leuk gevonden. Ik ga gewoon alles wat ik wil doen. Deze... episode ga ik even doen en dan zet ik gewoon een punt achter en dan zien we wel hoe groot die is geworden. Ja, voorzichtig op de brugjes over, want er kan van alles gebeuren. Weet je wat ik leuk had om een boog had gevonden? Infinity. Dat is allemaal ook wel leuk. Hé, hey, leef je nog? Mooi! Ha, ha. Ik zet even vertrokken bij, niet even een goed beeld. Hij heeft niks meer in zijn kistje. Ja, maar. Goed, geef jij ook emeralds? Wat is het hier, maat? Ook bij Bill. Nee, dat was. Ja, hier, 8 goud voor een emerald. Dat is pit goede ruil. Oké, okay, goud voor een emerald. Nou, dat doen we alvast even. Nou, Bill, dankjewel, hè. Want dat kunnen we alvast voor wat emerald blocks gebruiken. Heb ik dan de deur opengelaten? Oeh, dat is niet de bedoeling. Sorry, Bill. Oeh, even jeuk aan mijn arm. Zo. La la la. Nou, het is toch veel beter met screen record, mensen. Zeg nou zelf, vinden jullie ook. De mensen die kijken. Ik vind het zelf veel beter en het... Ja. Ik hoef ook niet zoveel klaar te zetten. Ik vind dit gewoon een hele goede beslissing van mij. Geweest. Ik heb er, even kijken hoor, vrijdagavond over liggen piekeren van zou ik dat nou wel doen, zou ik dat nou wel doen. Maar ik heb het gewoon gedaan en nou. Het bevalt me tot nu toe best goed. Alleen, ik kan niet elke dag een video uploaden, maar ja, hè, wat geeft het? Niet elke YouTuber doet elke dag een video uploaden, want ik ken er ook, die doen niet elke dag video. De meeste wel, maar ik ben toch nog niet zo... bekend, wil ik wel. Ik wil bekend zijn. Dat vind ik leuk. Maar het gaat natuurlijk ook om de fun, hè? Bij mij gaat het meeste om de fun. Want fun is heel erg fun. Iets erbij. Rup, ijzeren blokken. Komt u maar. 3. Oho. Ja. Goed. Zullen we dan ook even naar die winkel? Ik zeg steeds dat ik daar naartoe ga, maar ik vergeet steeds, want ik heb zoveel aan mijn hoofd nu. Dus niet. Glas. Glas. En toe maar. Hop. Nou. Kijk, het gaat echt prima met het monument. Ja. Oeh, ga. Oeh. Dat gaat ineens geen. Sorry mensen voor het harde geluid. We hebben al het ijzer ook compleet. Ik hoef alleen nog maar emerald en diamond. Nou, de herrie! Kan ik niet slapen, dan is het voorbij. Sorry als je me nu niet kan horen.
Misschien als ik even hieronder ga staan. Is ietsje zachter, maar... Oh ja, kijk nou. Af en toe. Af en toe is het zacht, af en toe niet. Kan ik slapen? Ja, lekker slapen. Slaap. Dat is voorbij. Mooi. Kijk hoor. Ploep. Wanneer nog? Ploep. Dat doen we dan maar nog een keer. Oké, dat call, dat werkt dus niet. Arnhem dit. Nee joh. Cold. TNT. Af en toe snap ik niet wat ik met die dingen kan. Beacon. Oeh jee. En Pearl by Diamonds. By Emerald. Strong Golden Apple. Dat lijkt ook wel handig. Wat was hier ook alweer? Oh ja, dat is pretty, pretty redstone stuff. Required gem? Is dat gem? Game mode 1. Waarom moet ik naar game mode 1? Oké, sorry hoor, maar dat moet. Schijnbaar. Waarom moet ik naar game mode 1 dan? Dat snap ik niet. Ik zie niks. Hallo? Oeh. Ja, maar als ik hier dat gratis kan krijgen, dan pak ik het niet mee. Ah nee, dat pak ik niet mee. Nee. Kijk. Nee, dat doe ik niet. Ja, wel leuk hoor, maar... Oh, dan zie je al de artifacts. Oeh, dat wil ik niet zien. Terug! Ik wil dit niet. Ga weg! Snel, Zo. Wat is Skeleton Skull? Arena? Oeh. Moet daar vechten? Oh, dat is... Dat is wel heel leuk. Oh, maar dat is wel grappig om een keer te doen. Oh, dat is wel heel grappig. Dat is wel heel leuk, ja. Oké, dat zullen we ook nog eens een keer doen. Misschien de volgende aflevering. Als ik het onthoud. Zo, terug naar het eiland. Oeh, ik span ook lekker bij mijn bed. Waarom ligt die sneeuwballen? Ah, oh, ik weet wat er is gebeurd. Oh. Het regende, dus mijn grote vriend is dood. Nou ja. We hebben nog genoeg herinneringen. Heel veel sneeuw, overal. Hop, in het water. En mijn benen breken. Ik vind mijn bruggen zijn niet altijd even goed. Ik vind dat eng als ik op zo'n brug sta, want dan weet ik dat ik ga vallen en mijn mooie spulletjes weg. Oeh, ik heb een beetje slaap. Het is 11 uur. Kwart over 11. Ah joh, het is weekend. Als ik dit opneem. Hey Bill! Hoe is het? Volgens mij gaat het niet zo goed met Bill. Zo, wat heb jij een hoge stem? Oh, verkoopt hij dat niet meer? Nee. Hé, wat jammer. Maar misschien komt het er nog wel bij. Nou, we hebben in ieder geval weer een emerald erbij van onze grote vriend Bill. Misschien vinden we ook ergens emeralds in de kist of zo. Oh, dat is vast van die hendel trouwens, dat daaronder. Ik hoop dat we ergens emeralds vinden. Daar moeten we ook even kijken trouwens. Die sliert onder dat eiland. Oh, nog zoveel te doen, zo weinig tijd. Nou, niet zo weinig tijd, maar... Ik weet niet eens hoe lang we al bezig zijn. Dat is dan weer misschien een voordeel van jullie, dat ik niet weet hoe lang ik bezig ben. Dat het gewoon een video van een half uur kan zijn. Dat zie ik altijd achteraf. Maar dat zou een groot voordeel voor jullie kunnen zijn, dat je gewoon...
gewoon misschien een half uurtje lekker kijkplezier kan hebben. Want ik ben nu gewoon de dingen aan het doen die nodig zijn op dit moment. En op dit moment ben ik op mijn computer iets aan het uploaden, want dat heb ik al verteld. En dat is, even kijken hoor. Welke is dat? Dat is. En even tussendoor van Minecraft Skywars. Team Skywars. Die staat er waarschijnlijk al. Die staat er al op trouwens. Als jullie dit zien. Misschien al lang. Goed, al het ijzer is gekookt. Ja hoor. Goud terug. Emerald. We hebben er 7 van. Ik vind dat het prima gaat. Oh ja, Riddle my Riddle. Ja. Mijn hamster is wakker. Gezellig. Ja, ik vind dat het. Ik vind dat we deze episode prima hebben gedaan. Dan zeg ik het zelf. Ja. Waarom is het prima? Hebben we het prima gedaan? Nou, omdat we gewoon lekker alles mooi geënchant hebben. En dan is het nu een 7.25 attack damage. Goed. Dus we zijn daar naartoe gegaan. Je ziet nu uiteindelijk niet. Ik weet niet waarom. Oh ja, wel. Kijk, het gaat een beetje inspannen. Ja. Ja, nou, goed. Ik ga het hier dan ook lekker bij afsluiten. Beste mensen, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. En abonneer op Sweatmans, Dynamans en Mindmans als je nog niet geabonneerd was. Dan zie ik jou gewoon dolgraag de volgende keer weer terug. Tot de volgende keer. Doei!